bijna alle toepassingen en diensten die plaatsbepaling nodig hebben, hebben ook nauwkeurige plaatsbepaling nodig. Een tolsysteem op basis van GNSS geeft overheden een instrument om uitdagingen aan te gaan, zoals infrastructuur financieren, de vervuiling verminderen en een tool voor verkeersbeheer verschaffen. Moderne EDAS-systemen hebben een hogere nauwkeurigheid en ook een hogere beschikbaarheid nodig. Het is er allemaal. Nu is het enkel een kwestie van de mensen te laten weten dat het er is. Mobiliteit is een belangrijk aspect van ons leven. De afgelopen 30 jaar is het aantal auto's in Europa verdubbeld en zijn de afstanden die worden afgelegd verdrievoudigd. Op 10% van de Europese wegen zijn dagelijks files en wegverkeer is de grootste bron van CO2-uitstoot. Een van de manieren om de files te beperken, het effect van wegverkeer op het milieu te verkleinen en de verkeersveiligheid te verhogen, is de invoering van intelligente transportsystemen en satellietplaatsbepaling. ITS means intelligent transport. ITS staat voor intelligente transportsystemen en diensten. Ze maken mobiliteit veiliger, milieuvriendelijker, vermijden files en informeren de reiziger. Maar vele ITS-systemen hebben een nauwkeurige en betrouwbare plaatsbepaling nodig, wat in vele gevallen niet kan worden bereikt met GPS alleen. EGNOS, European Geostationary Navigation Overlay Service, biedt een grotere nauwkeurigheid en integriteit die kan worden gebruikt voor toepassingen zoals kilometerheffing, geavanceerde bestuurdersassistentie of het opvolgen van het traject van gevaarlijke goederen. EGNOS is Europa's eerste onderneming in het domein van satellietnavigatie en zal worden vervolledigd door Galileo, Europa's wereldwijde satellietnavigatiesysteem. EGNOS zorgt voor betere plaatsbepalingsmetingen doordat het gebruik maakt van 3 satellieten en een netwerk van meer dan 40 referentiestations in 20 landen. Dit levert een grotere nauwkeurigheid op dan GPS alleen. Stations op de grond pikken signalen van GPS-satellieten op die vervolgens centraal worden verwerkt. De nauwkeurigheid van de oorspronkelijke signalen wordt bepaald en factoren zoals ionosferische storingen worden in rekening genomen. Deze gegevens worden geïntegreerd in EGNOS-signalen en naar de 3 geostationaire satellieten gestuurd. De satellieten sturen de signalen dan terug naar de gebruikers. Het resultaat is een substantieel verbeterde plaatsbepaling en gegevensintegriteit. Maar hoe kan EGNOS het verschil maken? Om de verzadiging van de wegen te verminderen en de mobiliteit te verhogen, hebben we een uitgebreide en toch flexibele benadering van kilometerheffing nodig. Op GNSS gebaseerde kilometerheffingssystemen hebben geen dure tolpoortinfrastructuur nodig, kunnen worden aangepast naar gelang de noden, bieden een integrale aanpak en leveren een platform voor diensten met toegevoegde waarde. Het grootste voordeel is dat je geen infrastructuur langs de weg meer nodig hebt. Alles gebeurt via satelliet- en mobiele telefoontechnologie, dus het systeem is heel flexibel. Je kan het gemakkelijk uitbreiden naar andere netwerken, naar andere wegen en je kan het ook uitbreiden naar andere voertuigklassen. EGNOS kan de positioneringsnauwkeurigheid en het vertrouwen in de positie van op GNSS gebaseerde onboard units verbeteren, waardoor ze betrouwbaarder en efficiënter worden. Het spreekt voor zich dat, als je 2 parallele wegen hebt, één waarop je tol moet betalen en een andere waarop je geen tol moet betalen, het echt heel belangrijk is om heel precies te zijn. Elke dag transporteren duizenden vrachtwagens gevaarlijke goederen over de Europese wegen. Op GNSS gebaseerde volkssystemen, verbeterd met de hogere nauwkeurigheid en het grotere vertrouwen in de positie die EGNOS biedt, geven operatoren en overheden de mogelijkheid om precieze plaatsbepaling te combineren met andere informatieaspecten die cruciaal zijn voor de veiligheid. De combinatie van deze gegevens zal ongelukken helpen voorkomen of waardevolle informatie verstrekken bij noodgevallen. Eni heeft meer dan 6000 tankstations in Europa en gebruikt een geavanceerd volgsysteem voor zijn vrachtwagens die gevaarlijke goederen vervoeren. Het systeem bestaat uit 2 eenheden. De ene bevindt zich in de trekker en de andere in de aanhangwagen.
Beide eenheden verzamelen informatie om naast de plaatsbepaling nog vele andere info toe te voegen over de staat van de vrachtwagen en de staat van het product. EGNOS biedt de gebruikers twee grote voordelen. Een grotere nauwkeurigheid en stabiliteit van het signaal, dus een betere positie, en de mogelijkheid om vertrouwen op te bouwen rond die positie. EGNOS betekent voor ons een betrouwbare manier om het transportproces te controleren. Recente innovatie op het vlak van boordsensoren en op satellietgebaseerde oplossingen bevorderen de ontwikkeling van geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen. Bestuurdersassistentiesystemen hebben tal van voordelen. Ze kunnen voorwerpen detecteren in de omgeving van een voertuig, de bestuurder informeren over deze voorwerpen en in sommige gevallen kunnen ze ook ingrijpen in de rijdynamiek. De huidige oplossingen voor andere systemen kunnen in de toekomst worden verrijkt. We hopen dat we bijkomende toepassingen kunnen leveren, bijvoorbeeld voor de veiligheid op kruispunten. EGNOS geeft ons twee belangrijke functies. De eerste functie is uiteraard de nauwkeurigheid verbeteren via referentiesignalen. Maar een tweede, heel belangrijke functie is integriteitsinformatie ontvangen, zodat we zeker zijn dat we op dat signaal kunnen vertrouwen. De toekomstige ontwikkeling van Galileo voorziet multiconstellatieontvangers van een hoger aantal satellieten, waardoor de plaatsbepaling nog nauwkeuriger wordt. Het grootste voordeel merken we wanneer de nauwkeurigheid is aangetast. Dus wanneer we in een omgeving zijn waar 9 of 10 GPS-satellieten zijn teruggebracht tot 5 of 6, doordat gebouwen de signalen blokkeren of doordat de signalen verstoord zijn, omdat ze weerkaatst worden. Hoe meer satellieten we dan hebben, des te preciezer we kunnen zijn. Deze nieuwe constellatie zal veel verbetering brengen, zowel voor de plaatsbepaling als de tijdspannen waarin de plaatsbepaling wordt verkregen. En ze zal ook zorgen voor een krachtigere mogelijkheid om het traject van het voertuig te volgen, zelfs wanneer de externe omgeving niet goed is. Wat er heel concreet zal gebeuren, is dat voertuigfabrikanten een systeem willen inbouwen en dus een offerteaanvraag zullen sturen naar uw leveranciers. Die zullen dan een systeem ontwerpen voor de inbouw in voertuigen. Want nu, als de nieuwste en beste technologie zonder een grote prijsstijging EGNOS is, dan zullen ze beslist voor EGNOS kiezen. EGNOS is een belangrijk onderdeel van de oplossingen die de veiligheid kunnen verbeteren, verkeersopstoppingen kunnen verminderen en de milieu-impact van het Europese wegverkeer kunnen beperken door met een lage investering hoge precisie te leveren.